Janne Biruma Oosting. Haar vader was het Friese Patriciaat. Haar moeder was de barones van Haringsmaat toesloten. En ze is van eind 19e eeuw. Dus ze heeft eigenlijk de hele 20 e eeuw geleefd. In haar milieu moest je als vrouw absoluut niet werken en al helemaal niet schilderen, maar trouwen en kinderen krijgen. En haar leven heeft dus heel erg bestaan begonnen, de eerste jaren, uh, met een enorm gevecht om te mogen doen wat ze wilde, namelijk schilderen. En ik denk dat haar karakter erg getekend is geweest door die harde conflicten met vooral haar vader, maar ook haar moeder. Dus zij was uiteindelijk schilderes. Zij is iemand die erin geslaagd is te worden wat ze wilde zijn. Maar dat is wel een, uh, de eerste jaren een, een heel hard gelag geweest. En zelf heeft ze achteraf haar opleiding een, een treinreis met veel overstappen en slechte aansluitingen genoemd, omdat ze steeds een stukje moest veroveren en dan weer terug moest naar huis. En die jaren van conflict die hebben haar wel. Zelf heeft ze ook gezegd dat dat wel haar karakter minder flexibel heeft gemaakt. En, en dat is ook wel een, een lijn die je ziet. Aan de ene kant dus een geweldig doorzettingsvermogen. Maar ook een zekere gepanzerdheid. Ik had ontzettend veel materiaal, maar ik heb dat niet als een probleem gezien. Maar als, een, als echt als een, als een schat die mij in de schoot is geworpen. Ik begon bij het uh, Instituut voor Kunstgeschiedenis. Daar heeft zij zelf, Oosting zelf, heel veel materiaal ingeleverd, vele meters. Um, het probleem daarmee was, het is een prachtig archief, ook met correspondentie met, met collega's en buitenlandse Franse collega's, Ze heeft lang in Frankrijk gewoond. Maar zij. Ja, ik ging een biografie schrijven. En zij heeft in interviews vaak het zinnetje gezegd dat ze zo was tegengewerkt door de ouders en de vader. Ja, dat wil je niet overschrijven als biograaf. Je wilt sowieso niet overschrijven wat anderen hebben geschreven. Maar je denkt ook tegenwerking, wat is dat? Wat bedoelt ze daarmee? Waren ze niet enthousiast genoeg? Of, of werd ze opgesloten in, uh, in de kelder? En toen ontdekte ik dat bij de. Kleinkinderen van haar zuster, haar zuster met wie ze een bijzonder slechte relatie had, dat daar, haar, haar, haar eigen, dat daar een archief van haar was, die heb ik benaderd. En die zeiden ja, er is wel wat. Het, het duurde even voor, voor ze het prettig vonden, want het is natuurlijk altijd eng. Want je weet, zij wisten ook niet, het was generaties terug, dus zij wisten ook niet wat erin zat. En het was natuurlijk toch een beetje een rare, excentrieke tante. Maar goed, toen bleek dus dat daar 21 archiefdozen waren. En toen vroeg ik, zitten daar bijvoorbeeld ook brieven in? Ja, ik geloof wel dat er brieven in zitten, zei de vertegenwoordigster van de familie. En toen mocht ik het meenemen. En dat is natuurlijk fantastisch. Ik hoefde dus niet ergens te zitten en bij elke brief te vragen: mag ik dit zien? En toen ik het opendeed, waren het dus duizenden brieven. Een ware schat, want dit waren dus de brieven die haar moeder. Had geschreven naar de kostschool drie brieven in de week. De brieven waarin haar vader uiteenzette. dat je voor een meisje nou eenmaal natuurlijk geen cent voor een opleiding uitgeeft. en dat die dochter van hem veel te duur was. want het leek wel alsof hij een student als dochter had. Nou, dat was niet de bedoeling. Als ik het niet had gehad, had ik nooit zo'n intiem portret van. Van haar wording. En ik denk dat voor een deel wat interessant is aan haar levensverhaal... is dat ze zich ontworstelde aan dat milieu. Dat, dat gevecht en hoe iemand dan toch in slaag te worden die wie ze wilde zijn. Dat je dat zo helemaal kunt volgen. Ja, ik denk dat dat is waarom het, waarom het boek aanspreekt. Ze is 96 geworden. En van, en van die jaren heeft ze vooral heel erg lang gewerkt. Want haar eerste tentoonstelling, echte tentoonstelling, dus als... Niet, niet als meisje, maar als schilderes... was in 1922. En ze heeft gewerkt tot ze uh, omviel. En dat was in 1992. Dus ze heeft 70 jaar professioneel gewerkt. En dan ook niet een beetje, maar echt als een bezetene. Het, en ze heeft zelf zo'n uitdrukking gehad van... Ik, ik moet wel, het is mijn adem, ik kan niet zonder. Het boek heet niet voor niets Geen Tijd Verliezen. Ik, ik, ik noem haar ergens haastig, maar... Iemand die mij vertelde over hoe gehaast altijd was... die zei, haastig is niet het goede woord. Want het was meer dat ze altijd wat te doen had. Haar leven was heel vol en ze was buitengewoon gedisciplineerd. Ze moest elke dag de hele krant gelezen. en moest elke dag een uur piano gestudeerd. En er moest dus elke dag gewerkt. Dus een mens mocht niet tussen acht uur s morgens... en acht uur s avonds opbellen bijvoorbeeld. Want dan, dan werkte zij. Wat ik heel roerend vond was... Toen ze heel oud was, had ze echt een, een, een kring van vrienden en vriendinnen om zich heen. Zoals bijvoorbeeld Charlotte van Palland, de Beeldhouster van dezelfde generatie. En dan steunen ze elkaar ook echt hun, hun ouderdom. Dat gaat er ook pittig aan toe soms. Want nadat Jeanne op haar 94ste een hersenbloeding had gehad, kon ze niet meer lopen. En toen schreef ze aan van Palland... Nou ja, eigenlijk wilde ze dood. Want als ze niet kon schilderen, wilde ze dood. Daar is ze op teruggekomen trouwens. Maar ze schreef dus aan Van Palland: Wat moet ik nog? Ik kan niet meer schilderen. En dan schrijft Van Palland dus terug: Hoezo niet schilderen? Je schildert toch niet met je benen? Dus het, het, het waren pittige types. En ze begrepen van elkaar dat het werk echt van levensbelang was.